Fleur probeert al een paar weken haar leven weer op orde te krijgen. Het huis opruimen en ze wil misschien wel naar een verslavingskliniek. Dan is het helemaal leeg. Ja. Dit is mijn slaapkamer. Er mag eens veel hoor. Maar... Dit is mijn zusje van, zij is 22 en zij wordt nu 14. Zie je ze veel? Nee. De derde hier, dat ben jij. Dat ben ik. Niet herkenbaar? Nee, je ziet er best anders uit. Ja. Wanneer was dit? Hoe lang geleden is dit? Een jaar. Was daar ook een stuk dikker. Ik ben nu best wel mager op het moment. Hoe komt dat? Ja, gebruiken natuurlijk. In combinatie met niet zo goed voelen. Ik was natuurlijk depressief best wel eventjes. Ja, was je dat? Wat zei je? Was je dat? Ja, ik was echt heel depressief de afgelopen tijd. Het was echt... ik heb echt een week in mijn bed al gelegen. Ja, ik moet gewoon gebruiken eigenlijk best wel depressief van een jointje. Want ik niet. Dat kan gewoon. Maar... voor de rest word ik eigenlijk gewoon echt heel depressief als ik harddrugs doe. Wat ben je aan het doen binnen? Deze zonnige dag. Ik heb zonneallergieën. Dus ik hou niet zo van de zon. Ik krijg beltjes en die gaan gigantisch jeuken. Dan zit hier zo mijn vingers beginnen de beltjes te vormen. Ben je in gebruik? Nee. Nee. Helaas. Nee. Slecht woord. Niet helemaal zeggen. Is goed. Hoe lang al niet nu? Weet je? Hoe voelt het eigenlijk nu nuchter? Hoe ziet de wereld eruit? Oh. Ik zou willen zeggen saai, maar zo saai is het nou ook weer niet. Wat heb je nodig om nuchter te blijven? Motivatie. Waarom heb je dat niet? God mag het weten. Als we daar toch eens achter kwamen? Zo. Oh. Nee, motivatie. Ik kan geen motivatie opbrengen om dingen te doen... Zelfs al zijn die dingen hetgeen waar ik van hou. Denk aan school, opleiding die ik fucking geweldig vond. Geen motivatie te hebben om dus dat te kunnen gaan schrijven. Of een opdracht te kunnen maken. Motivatie. Dat is ook de hele reden dat ik ooit... Nee, waarom ik het nu nog gebruik. Motivatie om de dingen te doen die ik wil doen. Fleur heeft sinds ze drugs gebruikt een moeilijke relatie met haar moeder. Ze hebben elkaar na de pandemie een tijd niet gezien. Ik moest alleen aan het dweilen, maar ik haat dweilen. Dus ik denk dat hij al 2,5 maand niet... Dat hij al in de tijd. Fleurs moeder komt nu af en toe toch langs. Ze maakt zich zorgen. Hoe ging het tijdens de pandemie? Kut. De hele tijd gewoon een beetje blowen. Ik heb niks gedaan eigenlijk. Toen dacht ik gewoon van... Met mijn ex dan van ja, laten we gewoon gaan gebruiken. We zijn nu toch niks aan het doen. Hoor. Zo is dat wel een beetje, ja, toen. Maar toen is bij iedereen wel denk ik in één keer de remmen losgehaald. Eerder was misschien ook nog de stad. Dat zie ik nu ook bij, in de stad trouwens, bij een kroeg hier. Voor corona, vol stond het daar. Ik werkte er ook. Ik had het zo druk. Nou, nu is zaterdagavond, het is genoeg weer na corona. Dus ze zijn ook failliet. Want waar zijn al die jongeren? Ik denk thuis drugs aan te gebruiken allemaal, op een bankje. Ik zit ook naar je te luisteren. Ja, of ik ben helemaal dood, normaal is wat er allemaal gebeurt. Nee, maar het is toch mijn... Het is toch ja, mijn reis. Dat is wel een bank, ja. Of ja, vreemd. Waar is mijn kind? Ook Vincent heeft net als tijdens de pandemie nog regelmatig huisfeestjes. En ook vanavond gaat het niet zonder drugs. Wat neem je nou nu allemaal mee, ketamine? Ketamine, en nog iets meer ketamine voor het geval dat. En mijn maat heeft canna bij. Oh ja, die moet ook nog op het lijstje. Canna is een plant. Op internet vind ik dat het niet verslavend is, maar daar vertrouw ik niet helemaal. Het werkt... mechanisme is niet helemaal bekend volgens mij, maar het is ook wel... Het werkt waarschijnlijk als een serotonine reuptake inhibitor. Dus het voelt echt wel een beetje licht en niet maar. Het is heel nice.
En dan hebben wij een concentraat die heel sterk is, zodat je het kan snuiven. Ja. En dit is mijn diepvriespakje, geïsoleerd. Wat dus daar zit erin? Daar zit er gewoon mijn voorraad in, eigenlijk meer van hetzelfde. Maar ik ben hier ingedoken voor de ketamine. Wat heb jij tijdens de pandemie gedaan? Ik ben met ketamine en überhaupt partydrugs begonnen tijdens de pandemie. Dus daarvoor was het eigenlijk alleen wiet en paddo's. Misschien dat was tijdens de pandemie? We hebben gewoon een aantal keer een feestje gehad met fucking harde muziek. En daar heb ik dus ketamine gebruikt. Maar dat waren dan huisfeestjes? Ja, woonkamer. Gewoon muziek heel zacht, want het was een pandemie. Ja. Wel van tevoren allemaal een test doen en zo. Maar mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar ook dat ik nou vanavond drugs ga gebruiken, dat is bijna niet eens noemenswaardig. Het is gewoon een sociaal leuk feestje. Hoe ging het tijdens de pandemie? Werk, werk, feest, feest, werk, werk, feest, feest. Het feestje was neem ik aan thuis dan, hebben we het over. Ja, de hele avondklok rond. Voor de avondklok naar binnen en na de avondklok weer naar buiten. En dan zag je om 6 uur 's ochtends zag je iedereen langzaam. Allemaal groepjes tieners uit die huizen druppelen die hetzelfde idee hadden als ons. Denk je dat het daar is gaan oplaaien tijdens de pandemie voor heel veel jongeren? Ja, 100%. Het is niet dat het er niet al was, maar dat is het kantelpunt geweest. En toen stond ineens alles stil. Toen had je ineens tijd om te denken, rust te pakken. En ik denk dat dat dus een kantelpunt is geweest. Even dat laatste setje was voor heel veel jongeren. Om echt verslaafd te raken, bedoel je? Ja. Ja, wat goed. Wat je net hoort snuiven, was een drugs. Vincent is nog steeds niet klaar met het verzamelen van drugs voor het huisfeest. In voor het vergeten. Zien. Is goed. Echt een top hobby. Ja? Ja, heb je nu echt alles? Dat wil ik niet zeggen. Heb je zin in een feestje? Wat? Tot hoe laat duurt dat? 4 uur of zo, misschien 5. Tot tegen die tijd zat al een beetje dood te gaan lopen. En morgen? Morgen werk ik om 11 uur. En op dinsdag? Geen idee, dat is ook nog een beetje het probleem waar ik iets aan moet doen. Waarom? Geen idee heb over het doen, over het algemeen. Wat bedoel je met je studie? Alles. Ja, chaos. Plannen is en kalender gebruiken is natuurlijk een gewoonte die je zelf kan aanleren, maar ik weet niet wat in het systeem zit op het moment. Komt dat niet door de drugs? Nee, dat was altijd wel geweest. En wat je ook net zei, van ja, merk je niet dat als je zo'n chemicalie gebruikt, dat je dan daar iets van merkt. Nee, ik gebruik echt niet veel. Elke jongere is wel eigenlijk aan het gebruiken tegenwoordig, denk ik wel eigenlijk een beetje. Het merendeel is meer aan het gebruiken dan dat ze niet doen. Hoe die designer drugs. Ik kan wel laten zien wat je allemaal kan bestellen. Hè? Wacht, ja? Ik zou ook pakken. Fleurs moeder is bang dat haar dochter haar hele toekomst weggooit. En ze wil dat Fleur naar een verslavingskliniek gaat. Hoe is het nu met jullie? Ik zie haar nu weer voor de tweede keer na een hele lange tijd. Zij heeft mij. Ik heb gezegd als je aan haar druk zit, wil ik geen contact. Ga ik uit contact, want ze worden een mens. Het wordt echt een mens. Ik ben er emotioneel van. Het is heel lief voor mijn kind, maar. Het wordt echt aan de mond. Er is niks van haar over dan. Van de Fleur die zei.
qua inborst is. Dat is gewoon geen vergelijking. Je bent gewoon heel iemand anders. Het is gewoon vreselijk. Het is gewoon echt vreselijk. Nee. Jij bent wel niet mezelf. Verder van dat. Maar daar ben je al heel lang weg van. Maar ik ben net toch wel weer redelijk mezelf. Vind je het? Ik vond het vaak wel redelijk. Maar dat is het probleem ook bij jou. Heel snel denk je, het gaat nee, we gaan niet meer hard doen. Want dan wordt het echt niet beter van. Dan wordt het echt de ene ding. Ik heb al zo vaak gehoord. Ja, dat is lang waar. Nou, zou mooi zijn, toch? Ja. Als dat lukt. Ja, dat zou mooi, ja. Probeer het eigenlijk elke dag te stoppen met blowen. Elke dag dat mislukt. Wat is aan de hand met jullie? Een overarching gevoel van zinloosheid en dat de wereld aan het branden is. Is dat een aardig mooie cocktail voor jongeren om het allemaal een beetje zinloos in te zien. En als je nu naar de wereld kijkt, dan vraag ik me echt af wanneer de derde wereldoorlog begint. Hoe de aarde aan het branden is, de wateroorlog die eraan gaat komen. En ik kan binnen 1 minuut weten welk dorp er nu weer gebombardeerd in weet ik welk Midden-Oosten. Dat konden mensen vroeger niet. Ik denk dat dat ook een heel groot factor daarin is. Zijn jullie kapot? Niet per se. Is er hoop? Zijn jullie verdwaald? Denk ik. Ja, dan bestel je gewoon online en dan betaal je dan nou 15 euro voor. Nee, het is gezellig en leuk. Ik ken net Peter niet meer gestoken van de kerstprijs. Verdwaalde jongeren die zich verdoven, maar nog alle kansen hebben op een gezond en gelukkig leven. Hoe lang en goed ze dat nog kunnen combineren met chemische middelen, zal de tijd ons leren. Ik neem dus mijn vier op mezelf. Omdat ik de doken toen ze kwamen best hard heb gelogen. Dat ik niet gebruikte, maar toen zat ik toch aan een GHB. Afgelopen nacht getript, LSD gedaan met mijn vrienden. Super nice. Super verhelderend. Het is echt wel vet intens. Ik heb weer duidelijk wat belangrijk is. Trippen, echt super therapeutisch voor mij. Pigo zit nu in de kliniek. Hij heeft besloten om aan zichzelf te werken, want hij vond dat het zo niet langer kon. Eind september gaan we hem weer zien en hopelijk hebben we dan de oude tiger weer terug. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video en wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal, druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte en dan zie ik je graag de volgende keer.